your information. Bent u ervan op de hoogte dat het jaarlijks op 8 maart Internationale Vrouwendag is? Internationale Vrouwendag staat elk jaar op deze dag in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Internationale Vrouwendag herdenkt de eerste staking van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De vrouwen staakten voor een 8-urige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Bent u ervan op de hoogte dat deze staking het begin vormde van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie? Overal ter wereld viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 8 maart op veel verschillende manieren. Het doel is aandacht te vragen voor thema's zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme. Bent u ervan op de hoogte dat het thema voor 2020 vrijheid is? Al jarenlang strijden vrouwen voor zelfbeschikking, individuele rechten en vrijheid. Vrijheid van vrouwen dient niet onderhandelbaar te zijn, maar een vanzelfsprekendheid. For your information.